My name is Melissa, and I'm here in July 8th with Poker Inside. And I'm here with our hosts, Peter and Rolf. Bedankt Melissa, welkom hier vanuit de Holland Poker Suite. Daar zitten we weer. Dit keer is dag 1B geweest en dus niet rennend vanuit de speelzaal. Niet met het zweet nog op de rug, want onze gasten vandaag hebben helemaal niet gepokerd. Dat wil zeggen, ze hebben niet gepokerd bij de World Series, want jullie hebben, als het goed is, een beetje zitten te pieren in van die kleine kuttoernootjes. Is dat correct? Ja. Welkom trouwens aan de rechterzijde van Boei, linkerzijde Rob Wollink. Van harte welkom. Jullie hebben vandaag een beetje zitten te klooien in de kleine toernooitjes. Ik heb golfballen. Golfballen klaar. En jij? Ja, ik heb toernooitje gespeeld. Ja, de Venetian toch? Ja. Venetian, jij belaat jou. En dat je hier kunt zijn, zegt hij. Of niet? Ja. Of is dat te kort samen? Het is wel al klaar, nee, grapje. Oké. Nee, ik lach eruit, ja. Oké, bevalt je wel het Venetian die... Het is de tweede keer dat ik dit jaar speel, ja. Venetian Deep Stack. En ja, de eerste keer was ladies, dus beviel me wel. Ja. En ja, vandaag de eerste keer de normaal Deep Stack. En ja, ik vind de structuur daar wel leuk om te spelen. En ja, de mensen ook. Oké, okay, ja, je hoort heel veel over de laatste tijd. Dus ik ben wel benieuwd. Misschien dat we nog gaan kijken. Poker City Stack nog. Ik weet wel zeker dat we gaan kijken. Allemaal mooi als introductie, maar jullie kennen dit programma. We zijn staalhard en we gaan dus beginnen met het voorleggen. Dilemma's. Rob, in Poker Inside of met de Poker City Crew lekker golven? Met de Poker City Crew lekker golven. Bij deze die was wel heel moeilijk, hoor. Bij deze kapot. Juan, onbetaald in Poker Inside of een betaalde advertentie in de trekpleister? Ja, onbetaald in een Poker Inside. Oh, zo hoort dat. Rob, goed spelen en geen resultaat. Of het eigenlijk best wel vaak fout doen, maar wel winnen. Best wel vaak fout doen, maar wel winnen. Juan, vaak cashen of liever wat minder vaak cashen met grote kans op een diepe finish? Minder vaak cashen en grote kans op een diepe finish. Rob, altijd... Dat is wel een leuke vraag voor jou geweest, deze. Rolf. Ik heb het zelf geschreven gevraagd. Hey. Rolf, vaak cashen? Of liever wat minder vaak cashen en grote kans op een diepe finish? Vaak cashen. Daar kun je echt de grote spelers aan. Vaak cashen. Rob, altijd de belangen van de sponsor behartigen? Of, als het me niet zint, zeg ik het gewoon. Sponsor of niet? Ja, lijkt me duidelijk. Als het me niet zint, dan zeg ik het wel. Oké. Juan. Altijd de belangen van de sponsor waardigen. Of als ik het niet vind, zeg ik het gewoon, sponsor of niet? Wel altijd de belangen van de sponsor waardigen. Oké. Okay. Mevrouw Boei. Ja. De vorige uitzending van jou, samen met ene Ancilla Tilia, is om redenen die ons volstrekt onbekend zijn, is dat nog steeds de best bekeken Poker Inside uitzending ooit. Geen idee waarom. Weten wij niet. Toen ik je een week na die uitzending vroeg wat je er eigenlijk van vond, toen zei je, ja, ik kijk mezelf nooit terug. Het is nu toch wel iets van anderhalf jaar later. Heb je het intussen gedaan? Nee, ik heb het zelf nog steeds niet teruggekeken. Ik heb wel andere mensen laten bekijken en gevraagd wat ze van vonden. Maar ik kijk niet graag mezelf terug. Okay. Bewegende beelden. Okay, niet graag. Dus de foto's die we maken wel? Ja, we moeten wel. Okay, dus wat je ervan vond, daar kan je zelf geen oordeel over hebben? Nee. Oké, in die uitzending gaf je aan, hadden we het over veel dingen. En onder andere over je studie, econometrie. Ja. Is die al klaar? Nee, het heeft er afgelopen tijd wel op een laag pitje gezeten. En ik heb heel veel gepokerd en ook online gespeeld. En nogal wat uren gedraaid, waardoor dan nog meer studievertraging is gekomen. Maar ik ben wel van plan dan... vanaf september weer hard tegenaan te gaan. Ik wil wel zo snel mogelijk gaan afronden. Ja, en stel dat je dat inderdaad zou gaan afronden. Stel, uitgaande van het optimale scenario, je gaat je er helemaal op focussen en alles gaat goed. Binnen welke tijdspanne zou het dan klaar zijn? Twee jaar. Twee jaar toch? Ja.
Dus, en dat zou uitgaan van het positieve scenario. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Betekent dat dan ook dat we dan minder gaan zien in de Holland Casino toernooi die we altijd maken voor de Poker City? Nou, ik denk dat ik dan, ja, sowieso ben ik laatst minder vaak in de Holland Casino Amsterdam te vinden voor de wekelijkse toernooien. Maar ik speel nog wel steeds de series toernooien en ook wel de Unibet Open bijvoorbeeld. Oké, okay, gelukkig, ja. Want het scheelt nogal op zoekers als je niet speelt. Commerciële site, hè, zie je. In die uitzending vroeg ik eigenlijk aan je van, hoe tevreden ben je? Omdat je in die tijd de kleine Holland Casino toernooitjes wel eens redelijk deed. Maar bij de grotere toernooien had je het vaak nog wel wat moeilijk. Ja. Nu is het, denk ik, anderhalf jaar later of zo. En nu zit je toch ook bij de wat grotere toernooien. Ja. En nou ja, het is een beetje wisselend, maar volgens mij doe je het niet zo heel erg slecht. Hoe tevreden ben je zelf? Ja, ik ben wel tevreden dat ik wel vooruitgang heb gemaakt vergeleken met vorig jaar bijvoorbeeld. Maar het valt altijd wel wat te leren. En iedere keer wanneer ik dan discussiabele handen heb, dan ga ik met in mijn ogen goede spelers dan overleggen en wat ik beter had kunnen doen. En het is altijd valt over te praten en je kan altijd van leren van andere spelers. Mm-hmm. En ja, ik blijf. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens wat adviezen gegeven, maar die soort. Ik heb Rob wel ooit een e-mail gestuurd om tenminste een Facebook-bericht om te vragen om een hand. Ja, waarvan ik niet zeker wist wat ik daar of daar beste beslissing had gemaakt. Ja, toen waren we het niet eens, hè? Sinds die vraag. Kan je die hand nog herinneren? Ik dacht, ik had 10 blinder en ja? Ik schoof under the gun met 19 suited. Under the gun? Ja. In een 10-handed game of 9-handed? Een 10-handed. En dat was een side event in het buitenland. En ja, ik twijfel over die hand. En volgens Rob had ik beter niet kunnen schuiven, omdat er wel nogal een aantal spelers achter mij zaten. Mm-hmm. En de kans dat ik gecalled werd en was er, als je alles zou berekenen, was dat een verliesgevende push. Mm-hmm. En als ik 8 blinden zou hebben, zou het wel een push zijn geweest. Oké, okay, Rob, natuurlijk veel mensen thuis die zullen het misschien niet weten, maar ik hoop de meerderheid wel, die in Nederland een van de autoriteiten is op het gebied van push fold. Correct? Nou ja. Ja, zeker. Nee, misschien is het toch zo? Ja, ik weet het niet. Ja, nou ja, de lijstjes van Rob zijn legendarisch. Ja, dat kan ik je wel verklappen. Ja, nou, ze zijn legendarisch, maar voor mijn gevoel, dit lijkt me aan de lichte kant. Wat denk jij? Het hangt ook. Ik denk dat je het hangt van de fase van het toernooi af natuurlijk. Waar je naartoe gaat, zit je vlak voor het geld of niet? Mijn idee is vooral dat als je één rondje wacht, zit je op 7,5. Ja. Dan heb je nog behoorlijk fold equity. Ja. En dat vind ik eigenlijk meer de juiste steek waarbij ik moet doen. En ik heb dus iets van. Eén rondje wachten is waarschijnlijk beter. Ja, want dan pak je een stuk of 8-9 handjes extra om een echte hand te vinden. Toch? Of om een meer winstgevende push te vinden. Je hebt heel vaak een goede kans waar je op de button of de cut-off of de hijjack een goede pushcard vindt. En dan heb je nog 8 big blinds. Ja. Ja. Dus ja, ik zou het niet. Maar heel goed eigenlijk waar we het net over hadden. Dat jij vroeg aan Rob van, hey, is het goed geweest? Kon ik dit beter doen? Want dat was eigenlijk mijn vraag aan jou. Wat vind je dat je zelf erg goed doet? Wat vind je jouw kracht in het spel? Ik denk vooral mijn tight imago, denk ik. Ja, als je als vrouw zijn aan een tafel komt zitten en je gaat bijvoorbeeld 2 rondjes folden, dan heb je je imago al gecreëerd. Oké, daar ben ik mee eens. En je ziet als de opperniet van het Nederlands pokergilde, ben ik natuurlijk, weet ik wat het image voor je kan doen. Maar dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Want je zegt, mijn image is misschien wel mijn beste punt. Ja. Maar op welke manier gebruik je het image dan? Naar mate bijvoorbeeld het toernooi voordat het beginnen blinden hoog te worden. En het is best wel belangrijk om de blinden op te pakken. En dan denk je dat als jij schuift, dat er meer gevoeld wordt dan als andere spelers schuift? Ja, ik hoef niet eens te schuiven dan. Je kan gewoon nog openen en dat mensen dan daar gewoon makkelijker folden tegen. Oké, klinkt redelijk. Wat vind je dat het nog beter kan? Wat zijn jouw zwakste punten? Ik denk dat, ik heb nog niet zoveel toernooiervaring in een diepere fase. En ik denk iedere keer, dan komen wel een situatie van ik dan ga twijfelen. En ja, ik denk dat het naarmate ervaring opdoen, dat ik dan daar beter in kan worden. Want ja, het zijn best wel belangrijke beslissingen, vooral bij het geld, bubbelmomenten. En ja, dat kan ik wel nog lastige situaties
voorkomen. Oké. Tot zover het eerste gedeelte van hier. We hebben het erover gehad. Je zei van Rolf, niet te hard erop. Valt mee, hè? Valt mee, toch? Ja, alleen we zijn nog lang niet klaar. Nee, we waren de uitsmijter voor deel 2 en deel 3. Nu gaan we even kijken hoe het is vergaan met andere Holland Poker troeven. Bijvoorbeeld, geef maar een voorbeeld. Joey Singles bijvoorbeeld, of een Rutger de Boer. Ze zaten bij elkaar aan tafel, hoorde ik Rolf. Zo is het mee. Eens kijken hoe het ging. Dag 1B van het main event zit erop. En ik zit hier in de Holland Poker Suite. Op de bank met twee kanonnen van Holland Poker. Aan de rechterzijde Joey Singles. En aan de linkerzijde Rutger de Boer. We gaan beginnen met de kleinste stack. Hey, niet zo wel, hoor. Hey, hoe ging het vandaag? Dramatisch. Ja. Heb je dramatisch gespeeld of had je gewoon ook een beetje pech? Ik heb, ik heb op zich niet echt pech gehad. Ik heb gewoon geen handen gehad. Ja. Af en toe heb ik een paardje gehad om te kijken. Toen zet je een vijfwijk bom met een vierde overkaartje op je paardje. Dat je wil lekker een check volgen. Dus lekker een goed week thuis. Dan 25. En de laatste vijf uurtjes wel geteld. Twee handen gespeeld ongeveer. Dus dat is ongeveer mijn dag geweest. Was top. Ja, en één keer dat je schoof, ben je ook nog gecallt. En toen Ik speelde 12.000. Dat was wel een droevig kinderstekkie, maar links zat er eentje met 5. Ja, dus je dacht die skip koning 3, die vond bijna alles, pak in ieder geval de blinde en de enties, maar H5 ging je niet volgen, dan ging hij wel H's volgen, dus toen was ik nog weer 5k kwijt. En toen dus een beetje zelf nog gecoverd door je opponent aan de linkerzijde. Ja, dat is helemaal kut. Toen was ik opeens de allershortste. Ja. Maar goed, begonnen met 30k, geëindigd met 5. Dat is bij jou wel wat anders. Gelukkig wel, ja. Want je hebt de dag keurig swingy doorgebracht, zo. Wiep. Ja. En uiteindelijk ben je op het einde van de dag ben je in de upswing mogen gegaan. Ja, goed geëindigd. Ja. En je bent het enige handje waarop je die veldbesproken volgt. Ja. Die 7's hebben we het al over gehad. Ja. Middenset weggelegd. Ja. En deze keer ooit. Naar jou zeggen, is het echt, had je echt die 3-7's en je bent er bijna 100% overtuigd dat je onder de FDA zat. Ja. Maar eind van de dag heb je gewoon allemaal goed gekaart. Gewoon goed. Goed, goed opgebouwd, toch? Ja, alle plus heel goed. En als ik wel je wilde weer gekomen. Dus, ja, want je pakt het voordeel eruit dat je bij een paar oude mannetjes toch zat. Ja. En, of in ieder geval mensen die niet de durf hadden om bijvoorbeeld drie barrels te komen, toch? Nee. Dat je één keer bluffen, één keer betten, dan kon het misschien nog twee keer, dan al wat minder. Maar de derde keer ging het echt wel minder, toch? Ja, dus een paar keer gedaan. Dan moet ik zeggen, dan ook wel eens mijn hart even kill, maar Vertel van de mooiste bluff, want dat houden mensen bij poker. De mooiste bluff, ik had er echt 4, 5 of 7, 8 Hij kan kiezen. Die 4, 5 is een value bet, toch? Ja, nee, dat is een value bet. Dit is 7, 8 maar. Je was wel slecht, maar je was wel mooi. In de bluff plus 1 maakt 900, in de 204 op level. Yeah. Ik krijg 7, 8 ruiten in de small blind. Call, bijvoorbeeld 2, 3, 5, 2 schoppen, 3 schoppen. 2 schoppers. Ja. Ik bet 1600. Hij called. Je dong bent. Ja. Hij called. De turn is een harte boer. Ja. Dus ik heb de 2 hartes, 2 schoppers. Ja. Ik bet 2200. Ja. Hij called weer. En de turn is een river, schoppen 9. En ik maak 6600. En hij gaat een beetje praten en hij zegt, ik had niet verwacht dat je op die schoppen 9 gaat doorwerken. Toen zei ik, ja, de nuts is de nuts. Toen volde hij. Dat is mijn uitspraak. Ja. En toen zei ik, kies maar eentje uit. En toen koos hij eruit een 7. En ik zeg, je pikt de hiker. Heren, ik wens jullie allemaal heel veel succes volgende keer. Met voor dag 2. Succes met het verdedigen van je kleine stekkie. Je weet het, ik geloof dat dit terugkomen, niks aan de hand. Ik heb 5 of 6.000 over. Kan allemaal prima. Jij succes met het verder vergroten van die grote stekker. Ja. En volgende keer zitten er één of twee andere mensen hier op de bank. Rob Hollink, super dat je hier bent. Je hebt, neem ik aan, tenminste niet de allerbeste weken
uit je carrière achter de rug. Immers eerste problemen met de sponsor Full Tilt. En vervolgens een WSOP die tot nu toe, ja, laten we eerlijk zeggen, gewoon belabberd verloopt. Toch correct? Ja, ik denk dat er weinig aan gelogen is. Dat is een mooie omschrijving. Ja. Vraag over het eerste, over Full Tilt. Wat zijn de persoonlijke consequenties voor jou geweest? In principe nog niks. Toen ik hier kwam, liep ik natuurlijk vooral met ideeën rond van oké, er is wat gebeurd bij Full Tilt. Amerikaanse spelers zijn niet betaald. Wat is er eigenlijk aan de hand? Mm-hmm. Je krijgt per mail ook weinig informatie van hun. Dat vond ik in feite een beetje matig. Hè? Ja. Ik bedoel, als je vertegenwoordigt, dan is het wel prettig als je een beetje op de hoogte gehouden wordt. Dus ik heb toen maar besloten om eerst eens een tijdje geen sticker op te doen. Ik had toen een paar keer een mailtje gestuurd zo met van, ik vind het wel prettig als ik wat meer weet. Ja, niet alleen prettig, je wordt als gesponsorspel ook zelf aangesproken natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ik heb weinig zin om een beetje als een schaap voor Full Tilt rond te lopen als ik niet weet wat er aan de hand is. Die mail werd niet beantwoord, dus ik denk van, dan plak ik geen sticker op. Dan misschien komen ze dan. Het duurde precies een dag en toen kwamen ze al. Ja, klopt. Heb ik gelezen op je blog. Ja, of ik even wel praten. Ja, toen wouden ze wel praten. En dus een aantal dagen later hebben we gepraat met hun. Ja, er kwam vooral naar voren dat ze niet veel konden zeggen. Ook dat hun dat werd aangeraden door advocaten. En ik kreeg wel het idee dat ze er druk mee bezig waren. Hoewel natuurlijk wel het gevoel bleef van, waarom kunnen die Amerikaanse spelers niet betaald worden? Mm-hmm. Uiteindelijk kwam ik dan tot de conclusie dat het misschien wel meer positieve effecten zou hebben dan negatieve effecten om hem wel te dragen. Mm-hmm. Ja. Als iedereen ziet dat de spelers er nog steeds achter staan, dan misschien zou dat toch nog een positievere werking hebben dan wanneer je die doet. Mm-hmm. Dus heb ik die sticker maar weer opgeplakt, maar ik weet voor de rest ook vrij weinig. Ja, want wat is de situatie nu? Zeg voor de mensen die een account hebben. Wat kunnen ze verwachten voor de toekomst? Of weet je daar zelf helemaal niks van? Ik weet daar echt helemaal niks van. En het is ook vrij logisch, waarom zouden ze mij dat vertellen? Dus ik lees meer op Nederpoker. Nederpoker was een paar keer de eerste met nieuws. En dan lees ik hoe het ervoor staat. En het is voorlopig erg onduidelijk. Er is nog niks beslist, voor zover ik weet. Wat verwijt je Full Tilt? Je kunt mensen moeilijk iets verwijten als je niet precies weet wat er aan de hand is, vind ik. Dat is het moeilijke. En ik heb toen ook al. Het is voor mij heel simpel. Of het geld ligt bij de FBI. In dat geval zou ik als baas van Full Tilt zeggen van, het ligt niet aan ons. Mm-hmm. Want zij worden erop aangekeken. Of het geld ligt bij de banken waar ze niet bij kunnen komen, dan meld je dat ook. Ja. Ja, dat doen zij dus niet. Dus dan ga je al gauw denken van, misschien ligt het dan. Ja, ik gis ook maar en ik weet het niet. Ik weet niet meer dan jullie. Nee, we hebben inderdaad een beetje nagezocht vandaag nog hoe het, wat we dan kunnen vinden, wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ja. Maar goed, ook voor ons is het, je moet afgaan van wat je leest in de media. En dat is natuurlijk, ik weet zelf hoe het is als je een gesponsorde speler bent bij een site waar een paar problemen zijn. Ja. Dat is heel vervelend, want heel veel spelers die komen jou aanspreken ook van hoe het gaat. Jij bent eigenlijk feitelijk de contactpersoon naar de spelers toe, terwijl jij zelf of geen kennis hebt of er totaal niks aan kan doen. Nee, precies. Sinds een week heb ik plak ik die sticker ook niet meer op, omdat me het gewoon irriteert. Ik bedoel, ik heb verschillende toernooien gehad en dan zit je naast iemand en dan ben je bezig met je toernooi aan het spelen. En dan komt zo'n gast van, ik snap echt niet dat je die sticker nog op hebt. En die begint dan een hele discussie. En daar heb je helemaal geen zin in natuurlijk. Ja. I want my money, Rob. Where's my money? I have like 30k on Full Tilt. Ja. Wat vond jij zelf van de actie van Phil Ivey? Die zei, ik speelde wezen op niet. In eerste instantie leek me het wel een goede set. Maar als je dan even later na gaat denken, dan denk je misschien zit er ook wel een andere bedoeling van hem achter. Het heeft de zaak in ieder geval moeilijker gemaakt, denk ik. Het vinden van nieuwe geldschieters, partners. Ja, want dan is er natuurlijk in één keer heel veel onrust omheen. Dus daardoor is het wel aantrekt. Daardoor is het wel bemoeilijkt. Maar dan heb ik achteraf weer een verhaal gehoord dat rond die tijd Ivy een aantal geldschieters had gevonden.
die er toen in wilde stappen. En dat Full Tilt toen heeft afgekeerd omdat ze het niet genoeg vonden. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat Ivy op grond daarvan uiteindelijk die statement heeft gemaakt. Dat lijkt me dan wel vrij aannemelijk. Dus het is gewoon heel moeilijk om ergens een oordeel over te hebben als je niet het fijne ervan weet. Dus ja. En we zijn allemaal aan het gissen. Lijkt me duidelijk, laten we het gaan hebben over poker. Je zit nu eigenlijk al vanaf het eerste begin ben je hier aanwezig. In tegenstelling tot Wan is hier vanaf de 24e juni. Jij bent hier al vanaf eigenlijk het eerste begin. Volgens onze prachtige berekeningen op Poker City, die staalhard zijn, heb je intussen iets van $85.000 of zo, heb je een toernooi bij eens betaald. En je netto resultaat is tot nu toe een kleine 5.000 of zo. Eerder, voordat je die bracelet won, heb je ook wel eens een paar jaren gehad dat het eventjes, dat je gewoon er niets van bakt eigenlijk. Maar toen kwam ineens dat hele geweldige jaar en nog een heel goed jaar erachteraan. Maar ja, dit jaar is het wel heel droevig. Hoe zie je dat zelf? Is het puur variantie? Hoe zie je het? Ik ging vooral hier naar Vegas met het idee, natuurlijk ook hetzelfde wat jij vertelde over voorgaande jaren. Ik maak erg veel uren. Ja. En daar kan misschien de oorzaak in liggen dat het op een gegeven moment niet allemaal goed verloopt. Uh-huh. En ik ging hier eigenlijk heen met het idee van het wordt wel tijd dat ik geld verdien. Ik moet nog een berg belastinggeld betalen. Ik moet maar gaan cash geven. Vooral. Ja, tuurlijk. En op een of andere manier trekt die toernooien, dat trekt dan toch weer. Ik ben in het begin veel gaan cashgamen. Ja. Ook met mooie namen zag ik in de berichten. Het zijn mooie cashgames. Wil je iets spreken aan voor het publiek? Ja, ik weet niet meer precies. Maar cashgames zijn heel goed verlopen. Ja. Maar op een gegeven moment ga je toch maar toernooien spelen. Dus toen was het weer een beetje afwisselend cashgames toernooien. Ja. En... op een gegeven moment, en als je dan de balans opmaakt na een week of vijf, dan denk je van, waarom heb ik niet gedaan wat ik me nou eigenlijk voorgenomen had? Ja, precies. Ik bedoel, al dat geld wat ik in die cash games verdiend heb, dat gaat dan grotendeels voor in de toernooien. Ja. Als je nou gewoon geen toernooien gespeeld had en gewoon 8 uur per dag cash games, dan had je misschien $250.000 verdiend of 2 ton of zo. En dan was je vrolijk naar huis gegaan. En nou heb je wel series gespeeld wat eigenlijk voor geen meter opschiet. Ja. Ben je dan toch misschien op zoek naar de eer in zo'n toernooi? Of de... Ik vind toernooien en cashgames vind ik allebei leuk. Cashgames vind ik sowieso altijd leuk, want het is meestal gezellig aan tafel. Dus ik kan prima een dagje cashgames spelen, vind ik hartstikke leuk. Toernooi, daar heb je zo'n hart-liefde-verhouding mee. Hè? Als een toernooi goed gaat, dan is het natuurlijk fantastisch. Maar meestal gaat het niet zo goed en dan is het een walgelijk spelletje. Ja. En dit jaar liep het erg slecht. Ik heb de eerste 15 toernooien grofweg, vind ik dat ik heel goed gespeeld heb. Had ik echt heel veel pech. Mm-hmm. Toen, een toernooitje of 2-3, speelde ik slecht. En daarna ben ik volgens mij wel weer goed gaan spelen. 10K PLO, die heb ik daarna nog slecht gespeeld. Met een stuk of 4 slechte toernooitjes slecht gespeeld en houdt volgens mij op. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon een slecht gerund in toernooien. In cashgames heb ik denk ik iets te veel gewonnen. Mm-hmm. Run ik veel erg goed. Dus dat is een beetje het hele verhaal. Maar is het eigenlijk, kan je, ik weet zelf, je weet, ik ben zelf een cashgamer die tegenwoordig dan toernooien speelt, maar in je hoofd, ik blijf in ieder geval altijd een cashgamer. Kan jij, als jij hier bent en je hebt goede cashgames gedraaid die niemand ziet en je hebt heel veel toernooien gespeeld en daarin is bouten slecht gegaan en iedereen ziet dat, kan je dan toch nog met een tevreden gevoel terugkeren naar huis als je het financieel, stel dat je een plus alsnog gehaald hebt, kan je dan zeggen van ik ga toch met een goed gevoel naar huis, of is het toch van de beeldvorming van het is een bagger geweest op dat je daar toch wel een beetje mee zit? Die beeldvorming maakt niet zo heel veel uit. In principe gaat het om het resultaat en het resultaat is natuurlijk veel slechter dan dat ik gehoopt had. Ja. Vele redenen. Aan de ene kant vind ik dat ik slecht gerund heb, aan de andere kant ben ik natuurlijk een beetje geïrriteerd op mezelf dat ik niet gedaan heb wat ik eigenlijk vond dat ik moest doen. Ja. Maar dus het is gewoon een teleurstelling. Maar je weet zelf als je toernooien gaat spelen, het is heel simpel om een aantal toernooien, wat ik aan toernooien gespeeld heb,
is zeg maar voor een online pro is niet veel anders dan een zondagavond. Mm-hmm. Daar ja. komen er meer die jongens spelen. Ik heb wel eens gehoord dat ze 60 toernooitjes spelen op een zondagavond. Ja. En dan heb ik de 11 gespeeld. En als je zondagavond slecht runt, ja, dan, dat is dus voor mij 6 weken WSOP. En ja, dat is mogelijk. En de variantie is natuurlijk hoger dan in de cash games. Ik denk dat 90% van de potjes in de cash games, alleen potjes, dat die twee keer gedraaid worden. Ja. Dus dat scheelt ook veel in de variantie. Ja. Zo is eigenlijk in het toernooi ook moeten doen. Zo niet slechter van worden. Dus ja. Run it twice tournament. Nee, maar ik denk dat het een goed idee is. Ja, eigenlijk moet je toen naar het systeem wat er bij Bridge gespeeld wordt. Gewoon dat... Dat je gewoon een percentage krijgt van de pot wat je op dat moment erin legt. Dat je vergeleken wordt met mensen. Nee, dat je vergeleken wordt met mensen die dezelfde handen spelen. Oké. Okay. Dus je hebt een duplicate poker. Je hebt in, dat heb je toch? Ja, precies. Dat is, ja. En dat is een eerlijke manier. Maar, ja. Maar goed, als het te eerlijk is, dan komen er natuurlijk ook dan komen de sukkels niet meer. Want ja, stel dat jij heel goed speelt en de sukkel die ook. Nee, oké, dat is ook zo. Dan weet iedereen van ja. Ja, oké, ik neem mezelf dus kwalijk dat ik in feite iets gedaan heb wat ik niet had moeten doen. Doen we allemaal wel eens. Hoeveel pijn doet een slechte serie toernooien bijvoorbeeld op je bankroll? Daar zaten we vandaag over te denken. Stel dat je, ik weet zelf wat het kan kosten als je een hele serie toernooien speelt. Ik heb vroeger zelf al eens die hele WSOP gespeeld van bijna begin tot eind. En dan pakte ik nog de kleine toernooien. Jij speelt vaak nog wat grotere toernooien ook. Hoeveel pijn doet zoiets? Als je de hele 7 weken daar zit en je haalt weinig cashjes, valt het best mee? Ik ging hier dus met het idee heen. Ik had duidelijk minder geld dan andere jaren meegenomen. Ja. En ik ging hierheen met het idee van ik ga cash gamen en als het goed loopt dan misschien speel ik een toernooitje. Maar de eerste dag won ik meteen 16.000 met de cash game. Ja, en ik heb nooit eigenlijk meer geld in me hoeven wisselen. Ja. Dus snap je dus, omdat het cash games redelijk liepen, denk je van nou, speel maar weer een toernooitje. Ja, hè? Tuurlijk. Ja. Dus, en was het zo gegaan dat ik in de cash games niet meteen goed gedraaid had, dan had ik misschien gewoon 4-5 weken cash games gespeeld. Ja, tuurlijk. Maar van buitenaf lijkt het, tenminste, dat ik dacht, zo'n overzicht, ook zo'n lijst, dat er enorm veel geld verdwenen is aan buy-ins en er is niks teruggekomen. Maar met cash games hou je dan gewoon in balans voordat je wel een series draait of misschien een plusje neerzet of zoals ja, daar komt het neer. Ja. Rob, afsluiten. Ja, dat had veel beter kunnen zijn natuurlijk. Als je kijkt dat je 60-70% van je tijd in toernooien steekt. Wat je niet had willen doen. Nee, precies. En de cash games waren erg goed. Vreet dat dan nog aan je of zet je dat van je af op het moment? Ik heb het idee dat ik 6 weken verprust heb hier. Ik heb hier 6 weken gezeten, 6 weken van huis geweest. Ik ging hier echt heen met het idee om te werken. Ja. En dan, dan is het resultaat... niet super en dat is je eigen schuld, dus ja, dat is niet zo slim. Dat is een mooie zelfkritiek, maar ik ken jou al heel veel jaar. En dat is iets wat jij heel vaak voor jezelf zegt. En soms pakken de dingen ook gewoon toch gewoon goed of slecht uit. Ik kan me herinneren dat je toen je de EPT Grand Final, dat je die speelde, toen had je een periode gehad dat je razend slecht ging, dat alles niet lukte en dat je totaal geen zin had om het te spelen en ik moet het niet doen en ik heb er geen zin in en het wordt toch niks. En toen was je de eerste dag ging ook slecht. Dus het was allemaal prut en toen was je op jezelf aan het kankeren waarom je eigenlijk dit aan het doen was. En uiteindelijk, 4 dagen later, was je de eerste Europese kampioen ooit. Ja. Nou, toch? Mogen we nou maar weer doen. Ja, precies. Want, dat is het goede nieuws, je zit nog gewoon in het main event. Ja, natuurlijk. Weliswaar met een Rolf-achtige stack. Ik heb 45 big blinds. Ja, het slechte nieuws voor jou, je bent op pokernieuws als al vergeleken met Rolf, omdat je op dezelfde manier qua stacks aan het spelen. Dan kunnen we wel even testen, hoe ga je een toernooi spelen? Wat ga je doen op dag 2? Wat zijn belangrijke punten? De defensie natuurlijk dicht houden, kijken of ik aan het eind van de dag alsnog boven mijn beginstack van dag 1 kan komen, dat soort dingen. Gewoon eerst kijken of ik heel rustig kan overleven en vooral geen gekke dingen doen en dat is echt wel mijn insteek. En dat is zeker niet jouw insteek, want jouw insteek is om van die 27.000... Daarom snij ik het ook aan, dan kunnen we dat meteen wegzetten. Ja. Dus mijn insteek is, ik heb 45 big blinds. Oké, we gaan eerst op zoek naar goede 3-bet sport. Hè? Als er iets te agro gastje voor me zit, dan kan ik die nog goed 3-betten. Duidelijk. Dan... ik heb 45 big blinds, dus ik kan nog 4-bet folden. Ja. Dus op het moment dat ik een agressieve speler achter me heb
En ik race en hij re-race, dan kan ik nog 4 bet folden voor pakweg 20% van de stake. Dus zolang ik boven die 40 big blinds blijf, is die mogelijkheid er ook nog. Dus ik denk dat een beetje de grens is. Zo boven die 40 big blinds heb je nog in feite alle mogelijkheden om allerlei dingen te doen. Dus jouw insteek is te allen tijden boven die 40 big blinds blijven? Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja? Ik ga in principe uit vroege positie straks spelen. Ja. Laat de positie uiteraard wat losser. Maar op het moment dat ik open en ik word gereraced door een of ander gastje waarvan ik denk dat hij redelijk bij de hand is, zou ik absoluut meteen de eerste keer 4 bidden. Ik heb daar een hele goede stelregel voor. Is hij onder de 23? Ja, precies. Bijna erin gooien. Ja, dat is ook bijna foolproof. Niks in de hand. Maar op het moment dat je onder die 40 zakt en dat 4 per volt gedeelte wegvalt, dan wordt je spel gewoon een stuk zwakker. En dan denk ik dat ik jou bel en dat ik vraag van hoe we nou verder gaan. je mag het ook al lang vragen. Je kunt ook lang vragen. Ik speel een vak team. Ik moet inderdaad ook zeggen van ik vind het zo'n interessant verhaal over of je nog kan 4 bet folden, terwijl ik weet dat ik mijn hele eerste dag van het main event dat ik überhaupt maar 2-3 bets heb gemaakt over de 10 uur bij elkaar. Okay. En ja, die handselectie was natuurlijk niet heel creatief. Goed, afsluitende vraag voor dit blokje, als het met jouw permissie. Over full tilt nog even. Stel dat het niet meer goed komt met full tilt op de een of andere manier, wat dan voor jou? Ja, moet ik op poker 770 moet ik gaan spelen. Hallo Boger! Kijk! Ik bedoel, maakt niet zoveel uit volgens mij. Nee, mij persoonlijk. Ik weet dat het voor jou geen halszaak is. Nou, ik speel niet zo heel, of ik speel gemiddeld denk ik een uurtje of 10 per week. En ik moet wel wat meer spelen. Ik ga ook meer online spelen. Maar ja, ik kan in principe overal spelen. Hoewel natuurlijk. Beetje sponsorgeld is niet slecht, maar de wereldvergadering. Het lijkt me een mooie afsluiting voor dit blokje. Precies. Want we gaan een beetje kijken hoe het met een andere Holland Poker vriend gaat. We gaan op bezoek bij jouw vriend en teamgenoot zelfs voor deze World Series. Vriend, teamgenoot en mijn eigen webmaster Kees Aarts. Main event te gaan spelen. Ik heb bij Holland Poker een satellite gewonnen. Voor $535, als ik het goed heb. En ik won een prijspakket van $13.000, dus ik ben ongekend blij. Dit is mijn eerste main event, zelfs mijn eerste keer dat ik aan de World Series meedoe. Ja. Spannend? Ja, toch wel. Toch wel. Het is toch iets wat ik eigenlijk. Je hebt het op je verlanglijst staan. Ik denk enkel elke pokerspeler dat op zijn verlanglijst heeft staan. Het is zo'n klap geld met alles erbij en eraan. En dan opeens, het is bij mij ook zo super snel gegaan. Ik won die satellite gewoon 3 weken geleden en opeens zit je hier. Ja, het is zeker spannend. Ik denk dat mijn doel in het main event is om als eerste gewoon die, ja, eigenlijk per dag. Eerste dag, tweede dag. Maar als ik heel eerlijk ben, zou ik het mooi vinden, echt fantastisch vinden als ik in het geld kom. En niet zozeer om het geld, maar gewoon dat je dat. Ja, ik vind het wel heel bijzonder als je het geld komt. En als je daarna nog verder komt, ja, dat zou allemaal fantastisch zijn. Maar ja, dat zien we alweer. Geld is echt fantastisch.
is het voor jou extra leuk dat je via Holland Poker hebt geplaatst, omdat daar Rolf natuurlijk bij speelt? Ik vind het, ja, ik vind het überhaupt leuk om het via Holland Poker gedaan te hebben, omdat ik vind Poker City, Holland Poker, dat is voor mij toch één. En die doen toch zo ongelooflijk veel voor de pokerspelers. Vroeger toen ik niet zoveel speelde, was het ook zo dat ik altijd die verschillende live verslagen, de beelden zat te kijken. Ja, en als je daar meedoet en je pakt daar... Ik vond trouwens, een van de redenen waarom ik meedoet, was omdat het een gigantische overlay was. Dat was echt een ton overlay. En je moest bij de eerste 30 komen. En dat is dan gelukt. Maar ja, ik vond het echt een hele mooie structuur, mooi aanbod. Ja, super tevreden. Ik ben ook heel blij met Holland Poker. Jij kent Rolf Lopoker natuurlijk vrij goed. Kun je er iets over vertellen? Ik ken Rolf al vrij lang, denk ik. Eigenlijk zo'n beetje sinds poker. Ik kwam natuurlijk tegen tijdens alle evenementen van Holland Poker. En in eerste instantie, ja, dan zeg je elkaar gedag. Je ziet wel eens een keer bij elkaar een tafel toe beweinigen. Maar ik heb eigenlijk veel vragen aan kunnen stellen die je eigenlijk niet uit boeken kan halen. Een simpele vraag was gewoon, hoe kom je zo'n hele dag door als je echt geen hand krijgt? Nou ja, daar geeft hij wat antwoorden op enzovoort. Ja, op een gegeven moment praat je wat meer. We doen een home game waar we regelmatig elke week zaten te spelen. Dus we liggen elkaar wel. Het is natuurlijk een eigenwijze kwast af en toe. Maar ja, ik mag dat wel. Ik bedoel, het is wel een reële eerlijke vent. Ja, daar hou ik wel van. Ik bedoel, iedereen heeft zijn kuur. Ga je ook met een bus in de zonnebril spelen? Ik denk wel dat ik met een zonnebril ga spelen. Hoewel ik heb ook een petje laten maken zelfs hier, met een kader op. Maar ik denk niet dat ik met een muts ga spelen. Eigenlijk ook niet met een petje, dat verwacht ik eigenlijk niet. Het is me veel te warm. Zonnebril is wel lekker. Niet zozeer om jezelf te verbergen, maar gewoon eens eventjes iedereen te kunnen bestuderen. Je gaat wel voor de win? Ja, ik wel. Ik wil wel echt geconcentreerd gaan spelen. Ik bedoel, het is natuurlijk wel erg makkelijk, zou ik zeggen. Maar je zit er voor zo weinig geld. Ben je er gekomen? Nee, ik wil me wel echt gaan focussen. En het is nu nog 2 dagen voor het begin, maar ik wil echt wel serieus gaan zitten. Afsluitende gedeelte met onze gasten van vandaag hier in de Holland Poker Suite. Helemaal aan de rechterzijde Wan Boei, aan de linkerzijde Rob Hollink. Wan, je bent hier nu een week of 2 geweest. Wat ga je straks doen? Niet het main event spelen, ja. Maar wat ga je wel doen de laatste weken? Ik ga dan zoveel mogelijk kleine toernooitjes spelen en ook veel uren draaien op de cashgames. Ja, ik had eigenlijk ook voorgenomen beginnen om dan om de dag dan toernooi te spelen en de cashgames, want ja, ik vind de cashgames hier geweldig. En uiteindelijk ben ik bijna iedere dag toernooi gaan spelen. En ja, en zie je patroon. Ja. Ja, maar ik denk dat per uur meer te halen valt op de cashgames dan in het toernooi. Je hebt in veel verschillende casinos hier al gespeeld in de pitch. Ja. Waar zijn de beste? Wat kun je ons aanraden? Waar moet de Poker City Crew heen op geld? Ja, wil je die verdienen of wil je gaat het sfeer en een leuke poker doen? Ja, als ik zou ik naar Venetië gaan, want ja, het is gewoon een heel mooie pokerroom en constant zijn er al tafels en games daar. En ja, voor geld zou ik naar Imperial Palace gaan. Ja, en daar kan je niet eens een Red Bull bestellen. Dus. Ja, ja. Imperial Palace, dus, dat is waar ik de eerste keer ben geweest in Vegas. Ja. Een lekker op een goede locatie, maar een goedkoop hotel. Ja. En dat heeft zijn weerklank in de mensen die er spelen. Correct? Ja, zeker. En dat is wel een verschil. Ik ben ook op Planet Hollywood geweest en daar heb je ook alleen maar 1-2 games. Maar de mensen die daar komen zijn vooral jonge mensen. En ja, ze hebben misschien weinig geld beschikbaar. En zijn heel bang om grote pot te spelen. En daarentegen, in Imperial Palace zou je ook denken dat mensen geen geld daar hebben. Maar ja, ze zijn bereid om gewoon heel veel geld in de pot te stoppen. Ja, met iedere drol. Als je een cash game speelt, wat zijn de limieten die je speelt? Is er een maximum aan van wat je wil spelen? Of is het echt puur dat je kijkt van wat is een beetje goed? Ja, ik voel me vooral comfortabel op 1-2, 1-3. En ja, ik heb wel eens 5-10 gespeeld, maar ik vond iedere pot zo spannend. dan zou ik eigenlijk daar niet moeten spelen. Ja. Oké. Rob, je hebt al zoveel gepokerd de afgelopen weken. Ga jij nog meer pokeren? Je natuurlijk nog het main event dag 2. Maar staat er voor jou morgen poker op het programma of iets anders? Nee, morgen staat poker niet op het programma. Ik ga misschien met de zoon van Mario Golden worden. Kijk. En
En dan hebben we nog één dagje vrij en dan dag twee. Dus nog even golven en dag twee. En dan wie weet wat. Nou, er... en dag drie. En dag ja, drie. Precies. En wie weet wat er volgt in het mee. Precies. Ik heb nog, oké, net als Robert, we hebben niet zoveel fiches, maar het is nog niet zo slecht. Oké, nou. Lijkt me een prachtige afsluiting van deze uitzending. Rob, ik hoop dat we een beetje goed voor je zijn geweest. Dat we niet te veel zeurige vragen hebben gesteld. Ja, het was wel zwaar. Ja? Maar ja, goed. Je bent natuurlijk ook al drievoudig gast geweest. De eerste gast in Poker Insight. Triple Crown. Oh nee, ja, moet je nog even meteen winnen. Wacht. En deze dame hier zit er ook al voor de tweede keer. Dus de first timers die zijn er bijna niet meer. Wij vonden het in ieder geval erg leuk. Maar goed, dit was dag 1B. Morgen zijn we er weer. En dan is dag 1C. Met hopelijk heel veel Nederlanders. En die er allemaal komen zitten. Hier in de Holland Poker Suite. Dank voor het kijken. En tot morgen. Doei. I understand, but you have to keep on, you can't keep on calling me on these bad beats. Cherry, I understand, but can't do this anymore, honey. I know, you have to stop.